Hoi allemaal, welkom op mijn kanaal. Ik ben Milou en ik heb hier een nieuwe procesvideo voor jullie. Dit is een project live pagina waarbij ik deel 2 van week 35 van 2016 ga laten zien. Deel 1 heb ik al eerder op YouTube geplaatst, maar omdat ze achter elkaar een beetje lang werden, heb ik het in tweeën geknipt. En ik zal de link, mocht je deze nog niet, de video nog niet gezien hebben, hieronder... In de omschrijving plaatsen. Zodat je hem makkelijk terug kunt vinden. Ook met deze kant van de pagina. Voor het geval je het mocht missen. Ik maak deze keer gebruik van een. Moet ik het goed zeggen. 7 bij 12. Ja. 7 bij 12 inch pagina. Waarvan er 4 bij 4 kaartjes in zitten. En 3 bij Twee kaartjes, sorry, dat was even verzoek in mijn geheugen. Um, en waarvoor ik de voor- en de achterkant bij deze week gebruikt heb. Ik vond namelijk dat ik net te veel foto's had voor een 12 bij 12 project live layout. En op deze kan je net iets meer foto's kwijt door de vierkantjes, uh, omdat die net iets breder is dan de helft, zeg maar van 12 bij 12. Dus vandaar dat ik voor deze heb gekozen. Uh, ik ga ook bij deze kant uh, aan de slag met de uh, Amy Tangerine Line. Oh, happy life! En ik maak deze layout als onderdeel van de uh, Paper Issues springkrop. Ik weet niet of iemand er ook heeft meegespeeld, maar uh, afgelopen weekend was deze krop op Facebook. En nou ja, het is dus een online krop, en je kan deelnemen tot volgende week. Maandagochtend Nederlandse tijd. Uh, en ze hebben allerlei verschillende challenges waar je aan mee kunt doen en je foto's eronder kunt plaatsen, zeg maar. En dan, neem, uh, dan <laughs> neem je deel. Zo, ik moest even zoeken hoe ik dat moest zeggen. Voor deze challenge waar ik deze voor maak, dat was Around the Band. En dat betekende dat ze wilden dat je je journaling. Uh, ja op een andere manier ging doen dan dat je het altijd doet en zoals je misschien nu net hebt gezien uh, schrijf ik op deze pagina mijn journaling om de randjes van de kaartjes normaal gesproken als je bekend bent met mijn pagina zie je dat ik veel faux stitching gebruik als border maar in dit geval gebruik ik op de gele kaartjes journaling als border en op de Tekstkaartjes, de gekleurde kaartjes, doe ik wel stitching. Want ik heb niet genoeg om alle kaartjes te vullen qua journaling. Um, ik ben ook ondertussen al aardig wat aan de slag geweest. En ik heb jullie er verder nog helemaal niks over verteld. Maar ik gebruik. Uh, ik maak gebruik van kleerstickers op deze pagina. En deze zijn van Mambi. En dan zijn ze volgens mij van de Love. Um, ja. In ieder geval een liefde, dus uh, lijnachtig. Maar ik vind dat je ze voor ja breed in kunt zetten. Zeg maar zoals je ziet, heeft dit helemaal niets met liefde te maken. <laughs> maar zijn er toch genoeg stickers die je erop kunt, uh, um, ja, bij deze pagina kunt gebruiken. Zeg maar ook, maak ik gebruik van wat restjes papier zoals je hier ziet. Heb ik al hexagons op mijn andere. Deel gebruikt van de pagina. En gebruik ik hier de restjes. Uh, ja, het verdwijnt toch achter de foto. Dus je ziet helemaal niet dat het restjes zijn. En zo kun je echt alles uit je papier halen. Het is misschien een beetje zuinig. Maar <laughs> ik vind het wel leuk en handig om op deze manier te werken. En ik kom erachter dat ik nodig moet shoppen. Want ik ben door heel veel papier heen. Uh, ik heb wel mijn kit natuurlijk van Scrapdelight. Uh, en daar loop ik ook mee achter. Want ik ben nu aan het afronden met januari. En ik heb daar al heel veel pagina's mee gemaakt. Maar mijn februari en maartkit zitten dus nog helemaal in de doos. Maar mijn grotere papier, mijn 12 bij 12 papier, daar ben ik eigenlijk um, ja, doorheen wou ik zeggen, dat is niet waar, natuurlijk. Maar ja, je pakt altijd wel weer wat mis. Um, terug naar mijn layout, zoals je ziet heb ik, tenminste als je het vorige filmpje hebt heb gezien, dan heb je gezien dat ik een, uh, dat cameraatje wat ik bovenin heb gebruikt als embellishments heb gestempeld. Deze heb ik dus gewoon uitgeknipt en uh, als embellishments gebruikt. Ik gebruik deze hartjes, die komen van AliExpress en... Uh, met wat washi tape en de clear stickers is dat eigenlijk alles. Oh, en met Tim Holtz Smalltalk stickers natuurlijk, die kunnen niet ontbreken. Um, maar dat is eigenlijk alles wat ik op deze pagina gebruik qua embellishments. Ik heb het ook vrij simpel gehouden. Het is natuurlijk een vrij kleine pagina en hij wordt al heel snel heel druk. Ook omdat ik al redelijk wat foto's op de pagina heb. En de bovenste foto zelfs door midden heb gesneden omdat ik niet op. Ik kon hem niet vierkant krijgen. Uh, ja, doordat eigenlijk de hele foto gevuld is met mensen. Um, maar daardoor is mijn pagina al vrij druk. Dus ik wilde hem qua embellishments vrij rustig houden. Over het algemeen zul je zien op mijn pagina's dat ik best wel wat embellishments gebruik. Uh, maar in dit geval heb ik besloten om op sommige pala uh, foto's het ook echt alleen maar bij de kleurstickers te houden. Even kijken, hier ben ik aan de slag met mijn titelkaartje. Uh, de andere kant die ik gemaakt heb, was spe ging specifiek over suppen. En deze kant zijn meer de uh, ...weekfoto's. Dus hier komt mijn weektitel. En uh, ja, zoals je ziet... ...heb ik een banner geponst... ...met mijn EK-succes... ...two-pointed flag... Uh, puns pons, pons. Er gaan meerdere talen door elkaar. Dat werkt natuurlijk niet. Um, even kijken. Daarop heb ik met... De ...kleine alfa-stickers... ...week 35... Um, Geplakt zeg maar en ik heb besloten om de banner vast te zetten met mijn Tiny Attacher van Tim Holtz en omdat ik dacht ja, dan nou zit er maar op één plek in mijn hele pagina nietjes, dat vind ik natuurlijk weer niks. Dus heb ik besloten om door de Tiny Word stickers van Tim Holtz ook een nietje te doen, zodat je in ieder geval het nietjeselement element weer terug ziet komen op verschillende uh, plekjes. Hier ga ik met mijn hele swap stempel aan de slag om de datum te stempelen. Ik um, stempel ze onder elkaar, maar niet helemaal recht, zeg maar. En ik zet er een hartje tussen om, um, ja, als, als van tot streepje, zeg maar. Hoe noem je zo'n ding? Nou ja, jullie weten wat ik bedoel. Volgens mij zeg ik dat heel vaak in mijn filmpjes. Jullie weten wel wat ik bedoel. Op een of andere manier heb ik moeite om op orde te komen. Ehm. Um, maar zoals ik zeg, hopelijk komen jullie er wel gewoon uit. <laughs> uh, ik vind mijn kaartje nog vrij leeg. Dus laat nog wat woordjes terugkomen. Um, ja, ook omdat ze al op twee andere plekken op de pagina zitten. Dus dat kan goed. En dan ben ik er bijna doorheen, denk ik. Oh, trouwens, deze foto. Ik weet niet of, of foto, video. Ik weet niet of het jullie opgevallen is. Maar het is een stukje donkerder dan. Um, mijn normale video's. Dat komt omdat ik deze s'avonds opgenomen heb. Ik dacht, laat ik eens een keertje proberen. Um, ja, om s'avonds te filmen. En ik heb nog geen daglichtlamp of studiolamp of iets. Daar ben ik over aan het twijfelen. Ik wilde het eerst zo een keer proberen. Nou, zie ik dat ik veel last heb van schaduw. Dus dat vind ik wel erg jammer. Maar uh, ik wilde jullie toch niet onthouden. Hier zijn nog wat foto's. En vond je het leuk, geef me een like. Sub, uh, abonneer je op mijn kanaal. En ik hoop jullie snel weer te zien. Bedankt voor het kijken. Doei!